Even kijken hoe ik dat doe hoor. Oh. Het is niet de bedoeling dat de verlichting ook aanstond, maar ja, laat hem maar aanstaan. Dit is de QRM Eliminator van Wemo. Het is een wat andere behuizing dan in de meeste filmpjes. Op de site ziet die behuizing er niet zo stevig uit, maar het is, ik vind niet dat het daar tot zijn recht komt. Het is een behoorlijk stevige behuizing. 4 aansluitingen. Eentje voor de zendontvanger. 5 aansluitingen. Eentje voor de zendontvanger. Eentje voor de antenne. Eentje voor de hulpantenne. Dan de tulpstekker voor PTT vanuit de transceiver. En een voedingsaansluiting. Even kijken, zo komen de lettertjes goed uit. Aan- en uitschakelen, fase instellen en gain instellen. Dat is hem. Nou, ik ga hem heel snel proberen.